kennen geeft zijn wanhoop, zijn ontreddering, zijn ellende, zijn pijn, ja, zelfs zijn verlatenheid. Gevoelens die zoveel mensen kennen. U misschien ook wel. Het kunnen woorden zijn uit de mond van mensen die arm zijn, mensen die gevlucht zijn, mensen die gehandicapt zijn of eenzaam. Het kunnen woorden zijn van een zieke of van een oud iemand. Misschien spreken we die woorden ook uit, omdat de blijde boodschap in dit deel van de wereld maar zo moeilijk lijkt te landen. Hoe moet het gaan met de kerk? Er wordt gebeden, maar we zien soms maar zo weinig vrucht in onze beleving. Hoort God onze gebeden nog wel? God hoort onze gebeden wel, maar vaak is er bij ons een gevoel van Godverlatenheid. En als we dat gevoel hebben, dan is het ook vaak een gevoel wat voortkomt uit menselijk handelen of juist menselijk nalaten. Hoe hard kunnen wij mensen elkaar niet laten vallen, omdat we het niet eens zijn met de ander? Omdat een ander keuzes maakt die de onze niet zijn. Hoe vaak wijzen we een ander niet af? Soms openlijk, soms in het geniep. Ongeacht hoe, kunnen wij mensen voor elkaar een grote verlatenheid creëren. Vandaag staan er velen langs de route die Jezus afgaat. En ze roepen Hosanna. Wij, zoals we hier zijn, zullen Jezus ook volgen. De laatste dagen van zijn aardse leven. Maar durven wij mee te lopen met Maria en Johannes tot onder het kruis? Of haken ook wij af? Jezus hield ondanks zijn uitspraak, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zich vast aan God, aan zijn wil, aan een leven bij God. We mogen, om daar bevestiging in te vinden, terugdenken aan het evangelie van vorige week, waar het ging over de heilige Lazarus. En waar Jezus zegt, ik ben de verrijzenis en het leven. Ook al is hij gestorven. Wie in mij gelooft, zal leven. Die woorden mogen voor ons een houvast zijn. Deze week, in onze eigen moeilijke tijden. Wanneer we ons door God en mens verlaten voelen. Net als God zal Jezus ons niet verlaten, maar hij zal ons doen leven over de grens van aarde en hemel, over de grens van aards leven en hemels leven heen. Wij mogen geloven dat hij met ons is. Amen.